Ik heb het beste jaar ooit van mijn leven. We hebben alleen een beetje meer geld overgehouden, want ik ben graag een bierdrinkertje. Ja, dat kon allemaal niet. Hè? Nee! Ooit was corona een heel lekker fris zomers biertje met zo'n stukje limoen erin. Tegenwoordig hebben we er helaas een iets wat andere associatie bij. Maar laten we ons even focussen op de leuke dingen. Wat voor positiefs heeft corona tot nu toe in ons leven gebracht? Ik vind de mensen gewoon in de, mijn omgeving wel vriendelijker, dat is wel. Positieve invloed, zo, dan vraag je wat. Een positieve invloed. Ja, ze allemaal goedemorgen en goedemiddag zeggen. En voorheen gebeurde dat niet. Heel dag eten en zitten en af en toe lopen. Ik heb mijn gezondste jaar ooit van mijn leven. We hebben alleen een beetje meer geld overgehouden, want ik ben graag een bierdrinkertje. Maar ja, dat kon allemaal niet. Hè. Nee! Is je eetpatroon veranderd door corona? Ja, dat wel. Ik heb coronakilo's. Ja. Ja. Nou, dat kunnen we elkaar een hand geven. Dus dat is weer negatief. Ja. En, ja, hoewel er is nu meer van jou om vast te houden en te beminnen. Wat snoep je? Nou, gewoon. Alles. Nou, maar ik lust alles. Alles wat we lekker vinden. Dus noem maar eens alles. Alles. En haal het niet in huis, want het gaat op. Oeh, wandelen. Dat wel. Ja, ja, ja. Ja, iedere dag wel minimaal 10.000 stappen. Meer gaan knutselen, meer gaan verven, meer met mijn hond naar buiten gegaan. Dus ja, dat wel. En meer tijd voor je kinderen, dus dat scheelt ook. Dat merk je wel nou dat je thuis zit. Dat merk je nou pas eigenlijk. En hoe is dat voor je? Heerlijk. Daar geniet je van? Ja, daar geniet je van. Waardoor nu begin jaren af te vragen, was het wel genoeg geld eigenlijk om het in te leveren? Ja. Ja. Ik heb geen griep gehad, ik ben niet verkouden geweest. De afstand doet je goed. Zo. Nou, ik hou hem er echt in. Oh, het mag van jou wel zo blijven? Ja, het moet zo blijven, vind ik. Qua werk, ben je thuis gaan werken? Nee, ik ben gewoon gekapt met werken. Wat deed je? Beveiliging. Ik heb het nog drukker gekregen. Ik heb het beste jaar ooit van mijn leven. Ik heb hartstikke veel geld ook. Ja, ik denk, nou ja, ik heb zoveel over. Ik denk, ik ga me verwennen. Ik heb deze fiets ook gekocht. Ik heb nog nooit een nieuwe fiets kunnen kopen. Het leek wel of ik een nieuwe auto kocht. Wat een gevoel, zeg. Nou begrip pas te beseffen wat vrije tijd inhoudt. Nou dat je het hebt. Dus stel dat je nou binnenkort weer kan gaan werken. Nee, dan moeten ze meer gaan betalen, denk ik. Ik denk dat die band met je kinderen en met je familie, dat we dat toch te makkelijk opgegeven hebben voor die paar centjes. Mocht corona op jouw leven nou ook een positieve impact hebben gehad, laat dan hieronder eventjes een reactie achter. Like de video. En druk even op die lekkere grote dikke bol in beeld nu om je te abonneren op ons kanaal. Goed plan.